Ja, je, je. ja, je. Zijn jullie klaar voor het grote voetgangersexamen? Een beetje. Half en half? Een beetje. Mijn voeten wel mijn kopje nog niet. Ah, wel, dat dacht ik al. Daar gaan we iets aan doen. Ik zoek een vrijwilliger. Ikke, 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 ikke. Hola, rustig. Oké, okay. Flor, jij komt Sebiet naar voren. Ikke. Je moogt met uw gezicht naar het bord gaan staan, dus met uw rug naar de klas. Jij speelt Sebiet de voetgangersquiz. Op uw eentje. ...tegen heel de klas. Ik alleen, tegen de hele klas? Ja, maar geen paniek. Misschien speelde jij wel de hele klas naar huis. <laughs> en dan ben jij de beste voetganger van alle voetgangers die te voet gaan. Ja, ware. Flor, ik vertrouw op u. <laughs> Als je negen vragen juist beantwoord, zijt je gewonnen. Negen vragen? Aan mijn voeten? Eigenlijk maar acht. Want je krijgt van mij een joker. Daarmee mocht je één vraag die je echt niet weet laten passeren. Die vraag kun je niet fout beantwoorden. Eén joker dat is weinig. Kom aan, Flor. Er zijn ook negen categorieën. Per categorie mocht je kiezen of je moeilijke of een gemakkelijke vraag wilt. De klas beantwoordt dezelfde vraag, dus als je een moeilijke vraag kiest, is dat voor de klas ook moeilijker. Ah, zo. Dan is het wel moeilijker voor mij, maar ook voor hun. En nu de rest van de klas. Je mocht proberen om de flor weg te spelen. Maar dat gaat niet simpel zijn, hè, mannetjes? Ah nee? Ah nee? Ah nee. Ah, nee. Oh, nee? ah ja. Je hebt allemaal kaartjes met A, B of C erop gekregen. A, B, C. Voordat de flor moet antwoorden, steekt je het kaartje met het juiste antwoord in de lucht. Niet hardop zeggen hè, want dan weet de Flor het ook. Om te beginnen, staan je allemaal recht. Wie een vraag fout heeft, die moet gaan zitten. Je mag dan wel verder spelen, maar je mag niet meer vooraan komen staan. Olé! 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 Als de Flor een fout heeft en geen joker heeft ingezet, moet hij wisselen met iemand die nog recht staat in de klas. Ik zie Richard. Nee, nee, Flor, het zijn maar negen vragen en je hebt een joker, hè? Allee dan, op naar de beste voetganger van alle voetgangers die te voet gaan. Ja, ja, dus negen categorieën, negen vragen. De Flor heeft een joker en we zullen eens zien hoe lang dat hem het volhoudt. Wie uiteindelijk schoorvoetend of op grote voet of zonder zijn voeten eraan te vegen dit spelletje wint, is de beste voetganger van alle voetgangers die te voet gaan. Hier zijn de negen categorieën.